Met de vader trouwen. Ze zit even met de handen. Nou, dat moet je wel weten. Ja, een kleine connectie. We zijn erbij. Trekken we zijn punt. Trekken is trekken. Dan wordt hij uitgevoerd. Trekken. Dus niet dit. Niet dit. Trek. Oké? Dan praten we dit. De ene staat wel wat verder voor. En wat erachter is, we willen schrijven met een rechtsprobleem. Dit wil ik niet zien, dit is echt. Je mag ook, hè? 10 centimeter, maar absoluut niet meer. Je zit gewoon voor, achter, boven, onder. Je mag gaan zakken. Je mag het maar niet zakken, tot ik op een gegeven moment denk van. Eén waarschuwing. En er wordt ook aangegeven wat er aan de hand is. Moet je kom en rug tegen de plank? Kom en rug tegen de plank. Ja, maar we hebben die kom. Gaan hebben, dan kan ik ze even aan het publiek voorstellen. Dat is wel belangrijk, denk ik, want anders weten de mensen ook niet wat voor vlees in de kuip hebben. Laat televisie wel eens gezien, denk ik, dat was een of andere knakker. Die was altijd groen, of die sloeg groen uit. Nou, deze doen niet voor die vent onder, hoor. Nummer 2, dat is Piepenvaver. Volgens mij is Leeuwarden Nederlands kampioen powerlifting in de klasse tot 110 kilo in 1990 en 91. Tweede van Europa in 1991. Een mannetjesputter dus. Misschien wel de lichtste van het hele veld. Nou. Dan hebben we nummer 3. Dat is F. Sinkers. 30 jaar. 1,98. 4. Dat is P. Hanema. 37. Bij de sterkste man van Friesland, boerenzoon uit Schunt. 34 jaar, 130 kilo. Tweede sterkste man van Friesland in 1990. Derde sterkste man van Noord-Nederland in 1991. En tweede, dacht ik, ja, tweede sterkste man van Groningen in 1990. En de sterkste man van vorig jaar van Harlingen. Dan krijgen we Rijn Vrolijk. Rijn die is 38 jaar en komt helemaal uit Den Haag. Traint 12 jaar bodybuilding bij Kneteman. Hij is dit jaar tweede bij de duobezeuring in Naba en zesde bij de Europese geworden. Powerlifting, dat doet hij voor het plezier. Doet voor de eerste keer mee met de sterkste man. En heeft een paar maanden getraind. Hoofd 7 op een sportieve wedstrijd. En de groeten uit Den Haag. Ron Brouwer. Dan hebben we Ron Brouwer. Dan hebben we Ron Brouwer. Ron Brouwer. 31 jaar vliegen hier bij de KLM. Oh nee, chauffeur zijn we. Vorig jaar 5 in Harlingen en dit jaar in Oosterwolde uitgevallen met een verbreidelde vinger. Hopelijk is hij genezen zodat hij weer goed kan meedoen. Onder 10 kilo voor Brouwer. Hoeveel kilo had Brouwer al geteld? 100.
Even de handen in het meer. Even stilte graag, even concentratie. Niet uit, hè? Niet in. Geveld, goed zo. Kom, ga even weg. Ja! Hallo, 145 kilo. Kom op. Indien dit Gerben lukt, wordt hij gesponsord met een bedrag van 100 gulden door aangeboden door Mars Groente en Fruiter Seks Bier. 151. Heel goed. Kom op, Gerben. Jammer. Hier is de boven kunnen. Het was niet helemaal stil. Ik vertoek volledig een stilnemen bij deze verkalkboven, maar dat heeft hij wel nodig. De man is met hem alleen bezig, met zichzelf. 1 minuut.
Kom op! Gaat hij weer. Volledig verveelde raar. Kom op! Kom op! Michael, kom op! Op je dek! Kom op je dek! Op je dek! Hoort dat bij mij? Hoort dat bij mij? Kom op, stop, Yes, sucker!
Kom op, maar. Veel? Oké. Kom op, Thomas. Ik heb het niet.
Breuwer die zal er alles aan doen om dit te doen slagen, denk ik, want hij staat op een vierde plaats en hij wil graag hoger eindigen. Kom op, hè! Dus hij wil zijn puntjes wel pakken. Kom op, Ron! Gaan! Yeah! Groter, maar denk je wat langer dan anderen. Scheelt maar een paar meter, maar dat kan. Goed ervoor, de spanning al wel. Slaan de tyfus, maar. Hoi, kom! Hoi! Kom, die gaan. Ja, rijst er wel aan, rijst er. Ja! Ja, nee, je doet. Zij zijn straks allemaal mooi dicht in de 400 kilo. En daar zijn we er ook bij. 300 meter, dat is maar 10 kilo er vanaf. Volledige de concentratie, foute lucht dan even kwijt. Daar gaat ie. 300 meter. Nou, maar die gooit hij er gewoon net uit. De broer is in vorm, dat hebben we gezien. En we proberen op 380 kilo. Kom op, Ron! Kom op! 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 Ik denk dat hij nog op een hoek lag, want hij is er niet met hemzelf in. Hij zal hem niet pakken. Kom op! Kom op, hè, je kan het! Kom op! Kom op! Nee, het is nog wat. Nou, het zal van haar zijn vleugel wel de voorsprong halen, denk ik. Die drie zijn goed laten rijden. Hij is hangen! Ik kan lopen bij mijn rond de viool heen. Als je één keer rond is geweest, 40 meter. Goed zo, Ron, door! Kom gewoon jou onder daar lang, kom! Ik zal in mijn hoofd zijn, bro. Ja, Ron, het onderdeel is jou! Ik denk 140 kilo.
54 seconden en 82 honderdste. De tijd doet er voor mij persoonlijk niet zoveel toe. Ik vind het een krachtexplosie hoor, die steentjes erop leggen. Het is grote klasse. Geweldig. Tweede plaats, Pieter Faber, die eerst alleen een demonstratie zou geven, terwijl we jullie ook nog geen meedoen. Dus dit, tweede plaats, hè. Ja, maar kijk. Ja, zeker. En natuurlijk op de eerste plaats Gerben Herman, duidelijk wel van mij. Geen eerste prijs, hè? Kijk voor het vasthouden. Dat mag voor de vraag. Bedankt en tot volgend jaar. Alle hulpen, ook bedankt, want zonder hulpen kun je zonder meer niets organiseren. Bedankt.